In verband met 146 jaar Hindustaanse immigratie hebben vice-president Michael Ashwin Adin en zijn echtgenote Graciela Adin Mahabir een bloemenhulde gebracht aan het Baba en Mai monument. Dit werd gedaan op 5 juni 2019, de dag waarop 146 jaar terug het eerste schip met contractarbeiders voet aan wal zette in Suriname. Ook de Indiase ambassadeur Mahinder Singh Kanyal was aanwezig en maakte gebruik van de gelegenheid om de voorouders te gedenken. Onze voorzitter, Stichting Hindustaanse Immigratie, zei laatst: Hij zei Gio, ik heb kuch tumhara hai. En hij zei Maru, ik heb kuch bina tumhara. En wat hij daarmee bedoelde is natuurlijk dat je leeft alsof alles van jou is, zegt hij. En ga heen alsof er niets van jou is. En ik heb toen toegevoegd, als jij zo leeft dat alles van u is, kan alleen dat met santosh. Dat u tevreden bent en dat u dankbaar bent. Want als u dankbaar bent, krijgt u meer, maar dan hebt u ook voldoening wat u heeft. En hij zei, en daarom zei ik, als we dankbaar zijn, moeten terugdenken. Moeten terugdenken aan al die voorouders, wat ze doorstaan hebben. Dankbaar zijn dat ze gekomen zijn. Dankbaar zijn dat de strijders gestreden hebben, al die helden. Dankbaar zijn aan al die voorouders, al onze Ajas, Ajis. We weten wat ze allemaal gedaan hebben. Vroeger moest je, zo men zeggen, maar Aja zei ook, na dat contract, contracting, je pas hoe je gaat. De politie, kan je zit u op een jeven keer, hoe daar kan je? Hoe zou je verder moeten gaan met je leven? Dan kregen ze de opdracht, hoeveel grond je zou openkappen, dat uw bezit zou worden. En daar begon ondernemerschap. Want wat hebben ze als eerst gedaan? Ze hebben veel mensen bij elkaar gehaald. En ze hebben gezegd, we gaan samen dit openkappen. Ze begonnen mensen in dienst te nemen, als het ware, om mee te helpen. En ze begonnen open te kappen. En al die gronden die we kennen als landbouwgronden zijn toen geworden van de mensen. En zijn toen in de landbouw gegaan. Waarin ze eerst onderdrukt werden, hebben ze gebruikt om hun eigen vooruitgang en de vooruitgang van het land te bewerkstelligen. First of all, I congratulate the community at large here on the occasion of 146th anniversary of Indian immigrants' arrival here in Suriname, and also Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. It's a very significant day. It reminds us of the sacrifices made and hardships endured and successes achieved by the valiant Indian diaspora, who epitomizes the trials and tribulations and achievements of their forefathers. We are proud of the Hindustani community here for their hard work and unflinching spirit move ahead, confront the challenges and succeed. And this is what they have been. We are proud of their significant contribution in the growth and development of Suriname in all spheres. So on this occasion, I wish the community all the very best and for their all-round development and prosperity. Er is 146 jaar Hindustaanse immigratie en heel toevallig ook vandaag Eid al-Fitr. Dus aan onze moslimbroeders en zusters, Eid Mubarak aan u allen. Kom ik terug, 146 jaar Hindustaanse immigratie, we staan hier bij Baba en Mai. Het is een dag die we eigenlijk niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Als we hier staan, dan denken we terug naar onze voorouders. Als ik vandaag hier sta, dan ben ik hun dankbaar. Ik denk u ook. Zoveel offers zij hebben gedaan voor ons, dat wij vandaag een beter bestaan in ons land kunnen hebben. Als we kijken naar de kinderen van de immigranten die naar Suriname zijn gekomen, of die zijn geboren hier. Dus de immigranten die waren gekomen en de kinderen die nu hier in Suriname zijn, kunnen we ze eigenlijk overal tegenkomen. Landbouwers, advocaten, ingenieurs, doktoren, ministers en zeker onze vice-president.
Dus dat we zeggen, we zijn op de goede weg. En dat is een voorbeeld die we zeker achter moeten laten voor de komende generatie, zodat ze de dag van vandaag zeker kunnen blijven herdenken en verder kunnen ontwikkelen en werken aan ons geliefde land Suriname om op hogere hoogtes te kunnen brengen. Het is belangrijk en ik dank u allemaal dat u tijd heeft genomen om vandaag hier aanwezig te willen zijn. Zeker de vicepresident, mondeling heb ik gevraagd en hij is er. Dus het is zeer belangrijk dat hij ook waarde hecht aan de dag van vandaag om hier aanwezig te kunnen zijn. Ook de ambassadeur, onkostelief mijne, ik WhatsApp heja en aaj wo samay banakar aaye hue hain. Ambassador ji, bahut bahut dhanyabad aapko. Aur saath mein bhi jitne log yahan par aaye hain, aapko sabhi ko ek shubh aparvasi divas, aapko ek shubh din ho, en God zij met ons allen. Dank u wel.